Dankjewel dat je het stokje aan mij hebt doorgegeven, Monique. Ik ben Niels. Ik ben onderzoekscoördinator in de werkplaats Diversiteit in Amsterdam. Namens mijn schoolbestuur. Samen tussen Amstel en IJ. Het is nu vroeg in de ochtend. 7:30, iets voor 7:30. En ik ben op weg naar de eerste school waar wij zo een gesprek hebben over het tweede jaar van de werkplaats. En ik ga jullie daar naartoe meenemen en laten zien wat mijn taken als onderzoekscoördinator zijn. Oké, ik loop nu door de school met Heidske. Zij is onderzoeker bij de UvA. En zij doet mee met onze leerteams. En we hadden net een gesprek met de directeur over hoe we het volgend jaar gaan aanpakken. We gaan iets meer structuur geven aan het jaar. Ja, dat is wel de bedoeling. Hoe gaan we dat doen? Ja, hoe gaan we dat doen? We gaan in 5 bijeenkomst per jaar gaan we naar de scholen toe. Dan gaan we in gesprek met de leerteams. En elk gesprek is een fase van de onderzoekscyclus. Yes. En dus dan gaan we de hele onderzoekscyclus doorlopen. En bijvoorbeeld dan starten we eerst met het bedenken van een goede onderzoeksvraag. En die moet zowel voor de praktijk iets opleveren als zeg maar voor de wetenschap. Dus daar zijn wij voor om dat te regelen. En nou ja, de tweede bijeenkomst, de tweede stap in de cyclus zou dan zijn om ook theoretisch kader te schetsen. Dus het moet wel ergens op gebaseerd zijn. En ook kijken wat voor onderzoek is er al over bekend over het onderwerp. En zo gaan we verder. Dan gaan we data verzamelen op school. En de resultaten worden opgeschreven. En uiteindelijk moet dat ook gepresenteerd worden. En ook dat andere scholen van leren is natuurlijk ook het ultieme doel eigenlijk. Hè? De transfer van kennis. Ja, dus dit jaar gaan we ook een glossy maken. Ja. Die makkelijk op scholen te lezen is voor iedereen. Ja, precies. Een beetje laagdrempelig. Ja, leuk idee. Ja, dankjewel Heidske. Ik zit hier nu met Meike. En Meike is UvA-student, is inmiddels afgestudeerd. En ze heeft vorig jaar in een leerteam geparticipeerd. Hier op de 5e Montessori School. En zij gaat iets vertellen over haar onderzoek. En Meike, zou je kunnen zeggen, wat is jouw voornaamste resultaat? Waar we uitkwamen was dat kinderen eigenlijk heel erg gemotiveerd zijn om OOL te doen. Mm-hmm. Dat in allebei de groepen, want ik had 2 groepen vergeleken, maar dat ze toch allebei heel erg gemotiveerd zijn. En dat is het heel leuk vinden. En wat had dat te maken met diversiteit? Met het thema? We hebben natuurlijk Nevada hier heel veel kleuterklassen. Er zitten heel veel verschillende kleuters in. En wij hebben dan vooral gekeken naar leeftijd, naar de jongste kleuters die net binnen zijn, dus dat zijn 4 jaar. En de ouderen die eigenlijk al bijna naar groep 3 mogen, dus die zijn 6 jaar. En wat daar het verschil tussen is. En Meike, hoe zag zo'n leerteambijeenkomst eruit? Meestal op dinsdag gingen we na schooltijd bij iemand in de klas zitten, in een kring. En van tevoren hadden we eigenlijk al een vraag of een onderwerp wat we graag wilden bespreken. En er hadden Niels en Fadi dan literatuur bijgezocht of een werkvorm, zodat dat er antwoord kwam op die vraag. En daarnaast konden we gewoon met z'n allen sparren over het onderwerp en over het onderzoek. En wat hield ons nou bezig en wat waren onze meningen daarbij. En daar konden we een heel mooi open gesprek over krijgen. Zo, we gaan nu op naar die JP Koen school voor ons volgende overleg. Ja. Over oude betrokkenheid. De tweede school van vandaag. De tweede school van vandaag. Er zijn nog 3 te gaan, dus houd je mee. Yes. Zo, we hebben net overleg gehad op de JP Koen school. En het leerteam gaat dit jaar werken aan een draaiboek voor ouders. Dus we gaan onderzoek doen onder ouders, maar ook onder collega's op school. Om het draaiboek wat vorig jaar is gemaakt, om dat te gaan testen hoe dat valt onder ouders. En of dat de ouderbetrokkenheid kan verhogen. Dus een heel mooi praktisch onderzoek. Ik ga nu weer op weg naar de volgende school. De laatste school voor vandaag. Zo, dat was het laatste overleg. We hebben nu nog een ontwikkelsessie. De 5e Montessori school met leraren uit het leerteam. En het gaat over het Indianenproject. We leren altijd dat we Columbus moeten aanbieden en totempalen, tipitenten. Maar liever bieden we een wat genuanceerder verhaal aan op school. Dus we hebben 2 experts uitgenodigd die ons gaan helpen om dat beeld beter te vormen. En daar ga ik nu naartoe. Dus ik ben heel benieuwd wat we daar gaan leren. Namens
ze zingen en zij zeggen, mijn kind krijgt daardoor een voorsprong als we straks het aan leren. Dan als ze... Zo, we hadden net een leerteambijeenkomst over het Indianenproject. En we hadden twee experts uitgenodigd om te kijken hoe we dat aan kinderen kunnen gaan aanbieden. En ik loop nu met Meert, een collega van me, en die gaat er iets over vertellen. Ja, ik was verbaasd over mijn eigen beeld van Indianen, dat die eigenlijk helemaal niet klopt met de moderne Indianen van deze tijd. Ik denk dat Niels het ook wel heeft ondervonden. Jazeker. En ik merk dat we het verhaal wat ik in mijn hoofd heb, en Niels ook, en waarschijnlijk heel veel leerkrachten, dat we dat verhaal overbrengen op de kinderen. Terwijl het eigenlijk niet het verhaal is van de echte moderne Indianen. Dus dat is mij het meest bijgebleven bij deze bijeenkomst. Goed hoor. Nou, dit is het einde van mijn werkdag. Ik hoop dat jullie nu een beetje beeld hebben wat je zo al doet als onderzoekscoördinator. En ik geef het stokje door aan de volgende. Doei!